Drie niet-residerende ambassadeurs hebben vandaag hun geloofsbrieven aangeboden aan president Chandrika Prasad Santokhi. De plechtigheden vonden vanmorgen plaats in het presidentieel paleis. Het gaat om de ambassadeurs Hugo Verbist van het Koninkrijk België, Zelvia Edith Miller-Palmer van de Republiek Panama en Itay Bardov van Israël. De ambassadeur van Israël zegt dat zijn land veel kennis heeft op het gebied van technologie en landbouw. Met de Surinaamse president en de minister van Buitenlandse Zaken heeft hij gesproken hoe deze kennis de relatie tussen Suriname en Israël kan versterken. Ook de ambassadeur van Panama zegt dat de samenwerking met Suriname belangrijk is. The relationship with Suriname and Panama will be very beneficial for both countries. Since Panama is a hub of the Americas. And we for a long time has been in importing and exporting goods through the facilities that we have. We have 5 ports in Panama. We have the Panama Canal. We have a stable banking system. So this is going to allow us to do good businesses in Suriname, also in Panama. Ambassadeur Verbist van het Koninkrijk België zegt dat de relatie met Suriname altijd goed is geweest. Met het aanbieden van zijn geloofsbrieven wil Verbist werken aan de intensivering van de relatie met Suriname op verschillende vlakken. Op het vlak van de economie denk ik dat er heel veel investeringsmogelijkheden zijn in Suriname. En dat er heel wat Belgische bedrijven nu al actief zijn, maar ook in de toekomst kunnen er andere bedrijven ook geïnteresseerd zijn om hier te investeren in heel wat verschillende sectoren. Op het cultureel vlak is er natuurlijk het Nederlands en de Nederlandse taalunie. Er zijn maar 3 talen in de wereld waar Nederlands gesproken wordt, dus daar zijn ook zeker samenwerkingsmogelijkheden. En ook op politiek vlak, in de nabije toekomst zullen er ontmoetingen plaatsvinden tussen Belgische en Surinaamse ministers. Er zal binnenkort ook een MOU worden ondertekend rond consulaire samenwerking en migratie. Dus er staat heel wat op de agenda en ik kijk echt uit om nu volledig, na de overhandiging van de geloofsbrief, volledig geaccrediteerd er het beste van te maken en ik ben zeer gemotiveerd.